Goedendag. Dag meneer. Hoi, welkom in mijn stoel. In een hele bijzondere omgeving vandaag. Mooi, prachtig. Mooi. Ik heb jou niet eerder geknipt. Nee, dus ik weet niet hoe jij je haar draagt en hoe het geknipt moet worden. Dus dat is dan ook de eerste vraag die ik je stel. Wat mag ik ervan gaan maken? Ik laat me graag verrassen door je eigenlijk. Ik heb het altijd al een keer gewild. Oké. Om door mij geknipt te worden? Ja, om door jou geknipt te worden. Graag, veel van gehoord bij de jongens van Sjors. Heel goed. En Barry. Nee, graag. Nou, als ik naar de koep kijk, dan is hij al best wel kort. Ja. En ik denk dat jij het regelmatig hier met het ondeuze kort laat opscheren. Ja. Maar nog wel gedekt, denk ik. Het hoeft niet zodoende kort dat je echt op de huid kijkt. Ja, daar heb ik in de zomerdag vaak wel. Maar nou, nu met dit weer. Ik hoop dat de zomer eraan komt natuurlijk. Maar. Blijf positief. Ja. Nou, ik heb het idee dat de linkerkant bij jou heel snel naar buiten gaat uitstaan. Dus vooral dat mag wat korter, hè, zodat hij gewoon mooi geleidelijk, als het gaat aangroeien, dat het weer geleidelijk gaat. Ja. Ik denk dat ik voor niet heel veel ga doen. Laat ik het anders doen. Ik ga gewoon verrassen. Ik ga gewoon niet zeggen wat ik ga doen. Nee, dat wil ik eigenlijk. Leuk. Nou, voor sommigen zijn de bakkenbaarden heilig. Hoe is dat bij jou? Mogen die wat korter? Ze mogen iets korter, ja. Okay. Maar niet te. Oké, gaan we doen. Wat brengt jou in Nijmegen dan? Want je woont niet in Nijmegen. Nee, ik woon niet in Nijmegen, nee. Ik werk bij mijn broer, die heeft een biologische slagerij in Nijmegen. Aan de Groene Straat. Oké. En daar, ik ben zijn, wij zijn er niet samen begonnen. Ja. Ik ben zijn bedrijfsleider, chef. Ik vind dat een beetje raar woord. Raar woord, maar wij zijn van 11 jaar geleden zijn wij daar begonnen. Ja. Met mijn schoonzusje, mijn broer, ik en onze toenmalige werknemer Melle. Ja. We zijn begonnen, het was dus een verfwinkel, dus we hebben van niets hebben we eindelijk een slagerij gemaakt. Okay. Een biologische slagerij. Zaten we al wel in het vak, zeg maar? Die was al slager voordat hij... Ja, Bas die heeft 8 jaar als chef gewerkt bij bij een biologische slager, zo dan als een Arnhem. Ja. En toen had hij de ambitie om voor zichzelf te beginnen. Uh-huh. En ik heb daar een jaar gewerkt, als leerlingsslager. En toen vroeg Bas mij, ga je met me mee? Ik ga gewoon als mezelf beginnen. En ik deed toen nog de slagersvakopleiding. Ja. En toen zijn we daar samen begonnen met mijn schoonzusje en Melle dan. Die jongen die toen bij ons werkte. Dat is net wat ik vertelde, dus van een verfwinkel eigenlijk een slagerij gemaakt. In het diepe gesprongen. En nu 11 jaar later hebben we toevallig... Vorige week onze 18e personeelslid aangenomen. 18 alweer. Dat zijn dan 0-urers en fulltimers en alles erop en eraan natuurlijk. Nog niet. Nee, absoluut niet. We groeien nog gelukkig en wordt er altijd nog meer. Je hoort vaak het verhaal van biologisch vlees is duur en dat kan niet iedereen die. Ja, maar ik vind het woord duur vind ik altijd een beetje moeilijk. Ja. Wat is duur? Ik vind dat. Maar dan als iets moet dan als iets waard zijn. Ja. Wat is het je dus waard? Ik vind, ik praat nooit over duur. Ja, ja. Ik praat over waarde van iets. Duidelijk verhaal. Als ik een mooi horloge koop, dan vind ik dat het waard. En dan vind ik het niet per definitie duur. Nee. En ik vind dat mensen bewust moeten zijn voor hetgeen wat ze eigenlijk eten en drinken. En, ik ben zelf ook niet heilig hoor, laat ik dat ook vertellen. Ik heb ook wel eens een kipfiletje uit de supermarkt. Nee, denk ik nooit. Niet, toch? Nee. Vlees, dat is natuurlijk makkelijk ook. Want ik zit dicht bij het vuur. Ja. Vlees eet ik natuurlijk altijd, vlees van onszelf. En, wij hebben bij ons in het dorp, als ik een keer iets niet heb, dan heb ik bij ons in het dorp zijn een hele goede ambachtelijke slager. Ja. Die is niet biologisch, maar die man die, ik weet wat hij doet en ik ken die man natuurlijk ook en zijn bedrijf. Ja. En daar wil ik ook nog wel eens heen gaan. Maar nee, ik ben wel bewust van. Het boodschappen doen en de manier waarop. En dat is gekomen doordat ik bij ons in de winkel ben gaan werken. Okay. Dat ik in het slagersvak ben ons gekomen. Daarvoor heb ik daar nooit over nagedacht. Als we het over biologisch vlees hebben, hè? af en toe dan komt heb je in het nieuws van die items dat er dan weer. Vooral met kip is dat dan, hè? De vrijloopkip. Vrij uitloopkip, Of vlees wat dan biologisch is, of met 2 sterren of met 3 sterren. Ja. Wat is nou echt biologisch vlees? Wanneer kan je zeggen van oké, dit is biologisch? Je hebt met het sterrenverhaal, biologisch is eigenlijk 3 sterren, maar daar dragen wij niet uit. Dat is een bepaald iets, dat is meer voor de supermarkt, vinden wij. Okay. Maar biologisch, wanneer is iets biologisch? Dat is een goede vraag. Ja.
onze slogan is van zaadje tot en met bord is het anders controleerbaar. Dus het begint eigenlijk al bij de akkerbouwer, bij de boer. Alles moet anders kloppen. En om het even makkelijk te houden bij, bij kip bijvoorbeeld. Ja. Er mag geen preventieve zodanig antibiotica zodanig gegeven worden. Ja. De snaveltjes mogen niet anders eraf gehaald worden. Ze moeten ten alle tijde de vrije uitloop hebben van binnen en naar buiten. Kijk, 's nachts gaan ze gewoon op stal. Ja. En dat zijn vaak zo dan als fouillère stallen, of dan dus, hè, waar ze dan dus vrij kunnen lopen. Ja. Bij de biologische kip is het nog eens een keer zo. Ik weet het niet helemaal precies uit mijn hoofd, maar ik dacht dat ze vanaf 84 dagen mogen ze zo dan als geslacht worden. Okay. Dus ze, hebben een, ze leven ook langer. Maar dat is ook hetgene dat onze kippen een stuk zwaarder zijn als een gangbare kip, om het maar zo even te noemen. Scheelt dat veel, ja, qua gewicht? Ja, dat scheelt qua gewicht. Dat scheelt zeker. En, dus die gewichten, maar die verschillen ook. Ja. En dat geldt ook voor de varkens en dat geldt ook voor de koeien, voor de lammeren wat wij dan ons verkopen. Ja. En, heel veel is in de gangbare sector is zo dan eens gestandardiseerd. Hè? Dus als je varkens voor de supermarkt, dan moet op een bepaald gewicht moet die dan eens afgeleverd worden aan zo dan slachter. Dus de boer die moet heel nauwkeurig voeren. En dan moet een biologische boer ook wel, maar die zit niet vast aan gewichten. Ja. Dus als de, varkens een bepaald gewicht hebben, of een bepaalde leeftijd hebben en ze zijn slagrijp, dan kunnen ze weg. Maar ja, geen één varken weegt dan als hetzelfde in de biologische sector. Dat is het mooie. Want ze lopen lekker buiten, ze lopen te vroeten, ze lopen te... Ja, van alles doen ze. Dus ja, dat is wel een groot verschil. En dan zou de volgende vraag zijn, wie controleert dat? Heel denk goed. Ik, dat je dat wil vragen. En dat is de firma SCAL. En SCAL is een onafhankelijke organisatie wat binnen Europa handelt. Ja. En die controleert van boer naar slachthuis, naar grossier en die komen ook bij ons. Hele, die controleren alles, echt alles. Van links naar rechts, van voor naar achteren. Maar niet alleen vlees, maar kijk, bio is natuurlijk ook, je kan ook biologische cashewnoten kopen. Ja. Maar wie zegt dat dan als die cashewnoten bio zijn? Ja, dat doet Scalbos ook, zoals ze controleren. Dus het is niet alleen vlees en fruit, maar echt alles. Overal waar bio voor staat. Alles wat dat biologisch doet SCAL, presenteert, van ik ben bio, dat wordt door hun... Bio is dan dus ook een beschermde naam. Dus dus ook, niet iedereen, je mag niet zomaar ergens bio voor zetten. Okay. Dan moet je dus een SCAL-certificaat hebben. Als ik de bio-kapsel wil gaan gebruiken, dan dan zou je eerst SCAL zo dan gecertificeerd moeten zijn. Okay. Maar die mensen die komen 3-4 keer per jaar komen die zo bij ons binnenvallen en dan... controleren ze alles van links naar rechts, van voor naar achter. Oké, je krijgt dan onaangekondigd, komen ze dan even binnenwandelen van hallo, we zijn hier en we komen. Ja, wij zijn de firma SCAL. Zo hoort het dan ook, hè, denk ik. Ja, en dat is ook een goede, dat is ook iets heel goeds. En zo hoort het ook, denk ik. Ja. En, je moet daar wel open en zo, dan zo transparant zijn en uitdragen. Dus wij doen ook alleen maar biologisch vlees. En als jij dan uit eten gaat, vraag ik me af, zoek je dan ook op, ga je dan op zoek naar een restaurant dat biologisch vlees serveert? Nou ja, wij leveren aan een groot aantal horecaklanten in Nijmegen. Dus ik heb ze nog lang niet allemaal gehad, alle klanten van ons. Dus proef je ook het verschil als je bijvoorbeeld in een restaurant een stukje kip of een stukje varken of lam, whatever, dat je denkt van ja, dit is... Kip met name en proeven. Kijk, als het bij Blind voor zouden zetten in een restaurant, biologisch is veel smaakvoller. Het is veel meer smaak. Maar of ik het nou echt eruit zou halen, nou, ik denk dat ik als ik gewoon alleen maar kipfilet, gewoon een beetje gebakken in zout, dat proef je wel. Ja, dat wel. Maar, dat, ja, maar als dan... je het echt met de saus en de dressing en dergelijke, dan... Nee, dan kun je dat niet... Dan wordt het een ander verhaal. Maar doe jij biologisch eten? Ja en nee, ik probeer wel. Ik kom vaak in de supermarkt en dan ga ik wel, als ik bijvoorbeeld met kipfilet, kipfilet doe ik wel biologisch, maar verder rest, ik heb altijd mijn scharreleieren, maar echt vlees, dat is niet biologisch vlees, want ik haal gewoon die mooie pakketjes die dan zo naast elkaar opgestapeld zijn in de supermarkt. Maar is het dan puur gemak of? Het is gemak, ja. Okay. Weet je, dan doe je boodschappen en het ligt ook niet echt op de weg. Ik woon in de Aldenhof, jullie zitten net aan de andere kant, dus dan zou ik die kant op moeten komen. Wanneer is het de laatste keer geweest dat je in de supermarkt vlees hebt gekocht dan? Oh.
Dat is wel grappig. Dus 2 weken geleden was ik zo dan op Ameland. Ja. Dus dan moest ik in de supermarkt. Maar daar heb je toch ook gewoon genoeg koeien? Ja, maar dan moest ik kip halen en dat had ik niet meegenomen. En dan pak ik wel biologische kip. Dat wel. En dat was toevallig dat ik op Ameland zat. Anders dan. Nee. Zo, daarvoor zou ik het niet meer weten wanneer ik het voor het laatst gedaan heb. Nogmaals, dan zoek ik of dan eens een kleine ambachtelijke slager op. Ja. Of gewoon bij onszelf. Maar ja, ambachtelijke slagers, die gaan niet meer, die verdwijnen er meer als dat te komen. Ja, wat is daar de reden van? Ik denk dat ze niet meer durven. Dat ze het niet. Qua kostenplaatsen en ondernemerschap. Ja, je moet zeker dan eens onderscheidend zijn. Wat vind je nou een lekker stuk vlees? Wat heb jij, wat zie jij het graag ik op ben, je bord? Ik ben heel graag van lamsvlees. Ja? En wild. Ik vind wild. Wij verkopen in het seizoen wild. Ja. Dat mag. Mensen zullen zich afvragen, is dat biologisch? Nee. Eindelijk mooi, je kan het eigenlijk niet. Maar er zit geen skalkeurmerk op. Dus oh, dat, zo, betekent, het is, dat betekent dat, wie kan er zeggen dat de haas gegeten heeft van biologisch gras? Dat is dus het moeilijke. Okay. Maar wij mogen dat verkopen, gelukkig, van skal. Ja. En dan verkopen we in het seizoen verkopen dat. En alleen maar Hollands wild. Ja. Waar moet ik aan denken? Hazen, konijnen, ree, zwijn, fazanten. Fazanten komen wel uit een Schotland trouwens. Ja. De Hollandse fazant is moeilijk. Was dit jaar kon het helemaal niet, want er was dus de oppokplicht. Dus dan mochten we niet schieten. En dus ja. En ik doe zelf, dat is ook een hobby van mij. Jacht is een hobby van mij. Ja? Ja. En dan ga je gewoon met een jachtgeweer ga je erop. Ik mag nog niet schieten officieel. Okay. Ik moet nog één onderdeel examen voor doen. Ja. En dan mag ik ook schieten, maar ik ga al vanaf kleins af aan al mee drijven en spotten en kijken. Okay. Ja, dat vind ik geweldig. Dan ik ben een vrij druk persoon van mezelf. Maar ik kan gerust een hele avond en een halve nacht op een hoogzet zitten in Duitsland. Ja. En de reeën tellen en de zwijnen tellen. Ja, dat is wel iets wat ik. Daar word ik heel rustig van. Kom je tot zen? Daar kom ik tot zen. Dat is mijn zen-momentje. Okay, ja. Ja, nee, dat is wel. Maar dat vind ik dus wild vlees, hazenvlees vooral. Wilde haas vind ik heerlijk en lamsvlees. Hey, ik ben ondertussen zo tijdens het gesprek bezig geweest en ik heb het. Wat ik net al zei, aan de zijkant er wel ingekort, maar nog wel gedekt gehouden. Mm-hmm. Boven heb ik het een tikkeltje langer en vooral wat ingeknipt. En dat inknippen dat zorgt ervoor dat je verschillende lengtes krijgt, van kort en lang. Yeah. Je hebt van die mooie kruintjes die gaan op een gegeven moment, als je haar wat lang wordt, gaat het een beetje een soort van eigen leven leiden. Yeah. Ook omdat ik wat heb ingeknipt, eigenlijk wat structuur heb geknipt, zal dat wat langer gaan duren nu. Wat vind je van de lengte zo? Ja. Goed. Ja. Leuk. Mooi. Mag er nog wat in? Ja. Ik heb geen biologische whisky. Een whisky cola of zo? Of, kan ja, kan. Ik heb een whiskyfles met water. Nee, ja, graag. Graag, maar ik wil wel zien hoe het in model moet dan. Kijk, wat ik jou als tip kan meegeven, is smeer het, als je een product aansmeert, of nou gel of een wax is, doe dat op droog haar. Ja. Of minimaal handdoekdroog haar. Dan heb je niet heel veel nodig. Het is echt een vingertopje. Ja. En wat je vooral niet moet doen is het product nadat je hebt uitgesmeerd over de handpalm er zo in gaan masseren. Want wat sommigen wel ook wel doen is van voor beginnen en dan naar achter. Maar dan blijft het merendeel van het product hiervoor hangen. Ja. Wat je eigenlijk moet doen is dus uitsmeren over de handpalm. Dan ga je heel lichtjes als het ware aaien over je bol. Nou, terwijl je dat doet, dan gaat het product langzaam in je haar zitten. Maar je zorgt ervoor dat de aanzet, dus daar waar het haar vanuit je hoofd groeit, dat eigenlijk gewoon niet wordt ingesmeerd met gel of met een wax. En dan heb je gedurende dag ook net wat meer houvast. Ja. Bijvoorbeeld dat plukje hier, dat heeft bij jou dan eigenlijk om heel erg dit te gaan doen. Inderdaad. En op het moment dat je dat dus vanuit de aanzet niet insmeert, dan blijft het ook gewoon gedurende dag gewoon een beetje op zijn plaats staan. En de bakkenbaard die heb ik niet kort gemaakt, wat uitgedund en wat strak uitgelijnd. Nou, de achterkant daarvoor moet je maar geloven. Ik heb geen spiegel. Nee. Zoals ze straks zegt van, hé, je hebt een leuk logo van,
van de groene, Bas Derksen, ja, van de slager, dan weet je... Ja, dan ben jij het geweest. Juist. Ik vond het een superleuk gesprek. Ik ook. Ik ben wat wijzer geworden van biologisch vlees. En ik ga zeker langskomen. Zeker doen. Mag iedereen altijd doen. En waar vinden we jullie? Groene Straat 189, naast de Albert Heijn. Van maandag tot? Zaterdag, 's maandags van 12 tot 6 geopend. De rest dinsdag tot en met vrijdag van 8 tot 6. En zaterdags van 8 tot 4. Nou, ik denk dat je het storm gaat lopen. Ja, het zou mooi zijn. Mag. Hey, dankjewel. Hartstikke bedankt. Leuk. Dankjewel.